Ik ben Arjo van Lenteren en ik ben al 30 jaar gewasbeschermingsmiddelen specialist in de tuinbouw. En als specialiteit groenteteelt. Wat is GreenStim? GreenStim is een product wat je kan op een vrij makkelijke manier kan toevoegen aan de tomaten. Middels druppel of spuiten. Het verstevigt de vruchtwand. De plant wordt als het ware in zijn geheel gezonder. Dus je krijgt minder snel last van krimpscheurtjes. De vrucht wordt sterker, glanzender. En je krijgt ook minder neusrot. GreenStim is eigenlijk uit de fruitindustrie ontwikkeld, waar ze hele positieve dingen zagen van het product. Toen zijn ze in België bij proefstations zijn ze proeven gaan doen. En dan zagen we eigenlijk dezelfde positieve ontwikkelingen als in het fruit. Vanwege die ontwikkelingen hebben we het naar de Nederlandse tuinbouw getrokken. En hebben we bij verschillende rassen, dus sherry, cocktail en grove tros, hebben we proeven gedaan. En de overgevoelige rassen ook. Wat ik zeg, het product voorkomt dat een plant minder waterschommelingen, dat hij daar last van heeft. Dus als je wat minder water of wat te veel water in de mat stopt, dan is hij daar minder gevoelig voor. EC-schommelingen is hij minder gevoelig voor. En dat zijn stressomstandigheden die hij als het ware elimineert. GreenStim kan je spuiten met je hoogdrukinstallatie. En dat is een goede methode, maar arbeidsintensieve methode. Je hebt dan wel een heel goed effect. Waar je echter ook voor kan kiezen is druppelen. En dat is een hele makkelijke toepassing. Dat kan je in je A en je B bak doen in de kunstmesthal. Je kan het ook direct injecteren in je leidingen. En dat is verreweg de makkelijkste methode. Bij de fijnere rassen 2 kilogram per hectare. Bij grof denken we aan 3 kilogram. En dat zijn nou juist die dingen. Dat gaan we nu fine-tunen. De frequentie, de interval en de kilo's. Maar dit segment heeft 2 kilogram per hectare nodig. De klanten die er het meest bij gebaat zijn, dat zijn toch wel de bedrijven met rassen die gevoelig zijn voor neusrot of huidscheurtjes, daar komt het middel echt het beste tot zijn recht. Daar kan je aanzienlijke reductie van bewerkstelligen. Wat je wel ook ziet, is dat het product langer goed blijft wanneer het een aantal keren behandeld is met GreenStim. Wat ik nog wil toevoegen is dat een kweker niet moet denken dat wanneer hij dit product ene keer druppelt, die de rest van het jaar alleen nog maar een mooie tomaten teelt. Dat is niet het geval. Je moet het gewoon een aantal keren herhalen alvorens je effect ziet. En beter nog is dat je het blijft herhalen. Om de 4 weken. Gevoelige rassen zoals deze en sherry's om de 3 weken. Ervaringen met andere klanten zijn zeker te vergelijken met wat hier te zien is geweest. Ze zijn eigenlijk unaniem positief erover. Dat sterkt ons om met dit product door te gaan.